Het is gewoon een achterhoede gevecht. En het is ook heel erg de suggestie van, zie je wel hoe objectief we zijn? Zijn we helemaal niet. En ja, om die man een schop onder zijn kont te geven. Ik vind het ook achterlijk om zijn camera weg te halen. Maar dit is heel veel van die foto's die wij ervaren als echt een heftig moment. Er staan gewoon 10 man met camera's omheen. Dat is echt hoor. En af en toe draait er eentje zich om. Dat is pas de laatste tijd. En dan zie je ook die 9 anderen zie je dan. Maar dat is... Ja, dus in die zin... Dat hele nieuws is een verhaal. Dat is erg belangrijk, dat je dat realiseert, dat het een verhaal is. En dan kun je je eigen verhaal tegenoverstellen. En mijn ingang is dat het van belang is dat je ervoor zorgt dat zolang de mensen die nu op de aarde zijn, dat die er gewoon geen potje van maken. Dat is het. En de waarheid hebben we helemaal niks aan.